Rijdt Raburg nu. Benny, onder het strenge oog van Bethany Kazi. Dus ver om rechts te trappen. En hij geeft hem dus voor doel. En de speler van Horendonk komt hem zelf binnen. Dus bedankt Horendonk en 1-0 Burgt. Een goede vrije trap van Benny. En mooi binnengekopt. En 1-0 Burgt. Weer die vrije trap wordt genomen aan Christophe. En aan de buitenkant naar Nico. En Brahim. Goeie beweging. Een goede voorzet en Tim kan koppen. Maar die bal gaat naast. Goeie actie van Burgt. Goeie Brahim. En goede koppen van Tim, maar naast. Een overtreding gemaakt door Horendonk weer. En een vrije trap Burgt dus. En Nico gaat hem geven. Linksvoetige, dus de bal recht naar binnen. Altijd gevaarlijk. Nico Brazil. Hoe heeft hij zijn eigen natuurlijk genoemd? Met een vrije trap die in de lucht blijft hangen. Maar Bayram kan koppen. De bal blijft in de kluts. Bayram kopt staan. Maar dat de keeper pakt. Goeie kans voor Burgt. Speciale vrije trap. 3-2. Goeie bal van Nureddin voor Steve. Een paar verdedigers terug nu, maar Steve gaat de 16 nu. Gaat hij doen, gaat hij trappen. Ja, het is de laatste keeper en hij gaat binnen. Goal! Mooie pas van Nureddin. En zeer goed afgewerkt door Steve. 2-0 Burgt. Nu gaan we net ook eindelijk eens een topper winnen. Hopelijk. En daar is de 2-1 op een rare fase. Bal voor doel. En die wordt binnengetrapt door een speler van Horendonk. Brahim, goede beweging. Niet te veel. Achteruit naar Tim geven. Die trap ver over. Goeie actie van Brahim. Goeie beweging van Nureddin. En dan geen balvoordeel gegeven. En dan nu vrij naar Burgt snel genomen. Nee, dat is een kaart, hè. Die trapt. Goed getrapt. En een mooie redding van de keeper. Prachtig schot van Nico, Brazil. Ja, hangt er goed. Burgt, counter. Nico. Moet de bal afgeven nu. De bal voor Jimmy, alleen voor de keeper. En goed gepakt door de keeper. Burgt nu altijd aan de bal. Jimmy geeft hem aan Nureddin. Achteruit naar team. Laat hem gaan voor Christophe. Maar de verdediger gaat het goed doorzien. Team. Naar Steve. Krijgt hem terug. Team. Nureddin. Christophe. En nou wat Christophe. Wat gaat hij doen? Goeie pas voor Jimmy. Wil trappen. En goed gepakt door de keeper. Weer is hij nu. De vast. Dan voorbij zijn man. Dan naar Jimmy. Terug naar Nureddin. Wil trappen. Nee. Steve trapt hem binnen. En 3-2. Zeer mooi actie van Burgt. En Steve met de 3-2. Goeie controle van Nico en een goede pas voor Brahim. Trappen. Goeie trap en net nog. Goeie poging van Brahim. Goeie actie. Dan werd het 3-3 geworden en Burgt mag dus gaan aftrappen. En daar was de 3-4 voor Horendonk. Van 2 naar 3-4 en Burgt mag je weer al gaan aftrappen. Bal van Brahim. Stefan. Nee, dat is voor gerecht. En dan inderdaad overtreding. Dan zaken een hoekschop. En dan iets voor Benny. Kijk, kijk. En Benny. Ze schillen. Is hem. Steve kopt en goed gepakt door de keeper. En dan weer de overtreding en weer vrij trap. Bal voor Stefan. Van Stefan. Tim heeft hem voor. Brahim naast de bal. En Horendonk nu. En daar is de 3-5. En nog wel 5 à 10 minuten te spelen. Nu weer de vrij trap. Geen slechte bal.
team. Voilà. En die bal gaat binnen. En daar is de 4-5. Lijkt het vertalke match. We gaan 7-8 minuten spelen. En mooi doelpunt van Tim. Het kan nog spannend worden de laatste minuten. We hebben al 9 doelpunten gezien. Hopelijk nog 2 meer. En dat doel. En Steve. Steve nog altijd. En dan inderdaad de overtreding en een vrije trap voor Brugt. En Benny. En Benny met een vrije trap. Het is ver, maar het kan. Hij heeft al meerdere keren bewezen. Nico staat ook achter de bal. Hard voor Benny. En hij trapt hem over de grond. Richting de hoek, maar de keeper redt hem. Richt met een zeer mooie actie en dan een mindere pas weer. En nu gevaarlijk op de counter. Maar goed verdedigd van Tim. Nee, nu ruikt hij de bal nog mee pakken. Oppassen. Alleen voor de keeper. En goed gepakt aan Bart en de rebound gaat die bal weer in. En is het 4-6. En dan de wedstrijd. En een 4-6.